Ik zit bij de Ronde Tafel van Huizen. Ronde Tafel is een groep heren onder de 40 die vriendschappen bevorderen. Onderling, maar ook iets willen betekenen voor het goede doel. Nou, dan ben je hier op de juiste plek. We gaan een dagje uit organiseren voor de woongroep heet het, hè? Woongroep Mozart. Ik heb de vraag gekregen vanuit Vaart, moet je me even helpen? Ja, Vaarkracht. Of Sport City iets kan betekenen voor Vaarkracht in de zin van flotilje bouwen, vlotjes bouwen, dus echt de huizenmaten, de havendag. Ik wil haar graag daarbij helpen om te zorgen dat het een geslaagde dag gaat worden. We zijn nu wel echt op zoek van waar kunnen we een match voor de gemeente Huizen krijgen. Maar ik hoor al meerdere verbinders dat die nu bezig zijn. We zijn bezig met de Voor de Frons, Stichting Kindervakantieweek Huizen. En wij hadden vooral materiaal nodig. En we zijn met Wisland van de bouw zijn we bezig geweest om te kijken of we materiaal kunnen regelen. We hebben een hele mooie match gemaakt met Hemelsby. Hemelsby moet ik zeggen. Moet goed uitspreken. Zij willen ons snoezelruimte een ontwerpadvies geven. En dan mogen zij shoppen in onze kelder naar retro producten die nog daar gestald staan. Het gaat geweldig op mijn tafel. Ik ben heel erg trots op mijn tafel. Ja, we hebben 5 matches, dus dat is perfect. Wij hebben een match dat een aantal leerlingen van het Erf Gooijs College een profielwerkstuk gaan maken. Waarbij ze een stukje marktonderzoek gaan doen voor een doelgroep van de dansschool. Wij hebben een multi-match gemaakt, ik moet even goed zeggen. Wij gaan voor de Stichting Philadelphia met meerdere winkels gaan we een hele leuke avond organiseren waarin de mensen van Stichting Philadelphia op de foto worden gezet, maar met sieraden en met mooie kleding en leuk opgemaakt en een avondje uit voor de mensen van Stichting Philadelphia. Ik zie hier 4 stickers op uw jas. Wat is dat? 4 matches uiteraard. Wat voor matches? We hebben bedrijven gevonden die het leuk vinden om leerlingen die aan het ondernemen zijn te gaan ondersteunen.